Weet je dat je al bestaat voordat alles verschijnt? Je slaat meteen naar binnen. Die bevrijding, dat gevoel. Alles wat verschijnt, komt uit je bron. Uit jouw begin. Jijzelf als lichaam, zoals je daar nou zit of luistert, bent dat maar tijdelijk. En je doet kennis op om dat te gaan begrijpen. Daarvoor verschijnt dit beeld met alles wat erop en eraan zit en de omgeving en de ervaringen, gebeurtenissen. Maar voor een persoon is het niet mogelijk om die kennis te verkrijgen. Want je bent kennis. Die kennis bevat het hele universum. Alles wat uit dat ik ben verschijnt. En die kennis is wat jij bent. Niemand kan jou bewijzen dat je bestaat. Je weet en je voelt, ik besta, het zijn is dit mij, hier binnen is het zijn. En dat kan niemand jou bewijzen, want ze maken zelf onderdeel uit van je bestaan. Ze zijn een onderdeel van jouw zijn. Net zoals je dat zelf ook bent als vorm. En iedereen heeft zijn eigen leraar in zich. Dat is het bestaan. Ga dieper dan het ik ben, naar de bron daarvan. De bron van de wereld is het ik ben. Uit het zijn, het absolute, ontstaat ineens spontaan het ik ben gevoel. En dat ik ben is meteen de basis van de wereld, waarin dat ik ben zich kan gaan vinden. In een droom allemaal, droomverschijning. Maar jij bent eeuwig de getuige daarvan. Jij was er al voordat alles verscheen. En als die droom verdwijnt, dan ben jij er nog steeds. Maar niet als dat lijf, niet met dit. Oh mijn god. Je bent je eigen leraar, want dat is wat je van binnen bent. Ga daar diep in. En de wereld zal verdwijnen. Het is maar een idee. Geen enkel idee van jouzelf is waar. Absoluut zijn is je ware staat. En zodra iets verschijnt, zou dan meteen de gedachte moeten opkomen, dat ben ik niet. Dan speelt het zo'n rol, maar het raakt niks meer. En je bent echt geen zombie. Je bent er gewoon de getuige van. Als je naar een film kijkt en je zit op de bank, dan geniet je, dan ben je toch geen zombie. Dat is allemaal kletskoek van mensen die bang zijn om daarin te verdwijnen in hunzelf. Dan zeggen ze, ja maar. Het zelf is als alles zichtbaar. Dus in feite is alles wat verschijnt jouw beeld. En dat is dan sowieso, dat zien is liefde. En weten dat het alleen maar een beeld is en dat jij daarvan de getuige bent. Het zijn, het bestaan, de bron, het begin daarvan bent. Dat is wijsheid. Net zoals de wind, die waait niet voor één persoon, maar die waait voor alles. En zo is het bestaan, het verschijnen van alles, is ook voor alles. Alles wat erin verschijnt, zal die ervaring opdoen dat die zelf de bron is daarvan. Alles is omdat jij bent. Het verschijnt uit jou. Uit jouw diepte, uit jouw bron, uit jouw zijn, jouw eeuwigheid, verschijnt dit tijdelijke.
Er kan geen bewustzijn zijn zonder attente aanwezigheid. Aanwezig zijn. Awareness, zeggen ze. Maar er kan wel awareness of getuige zijn zonder bewustzijn. Dus eerst word je bewust van dingen en dan ga je ervaren dat je dat niet bent, maar dat getuige zijn daarvan, het voelen dat je bestaat blijft. Aanwezigheid is absoluut, maar bewustzijn is altijd van iets. Maar je bent al wat je bent. Door te weten wat je bent, weet je wat je niet bent. Je kunt ook zeggen, door te weten wat ik niet ben, weet ik wat ik wel ben. Maar dan moet je alles gaan onderzoeken. En op een gegeven moment is het toch wel genoeg geweest. Door te weten wat je bent, weet je dat je dat allemaal niet bent. Dat is veel makkelijker, dan ben je er vrij van. Je hoeft niet eerst alles te ondergaan, te onderzoeken, te voelen. Dat is, op een gegeven moment is dat klaar. Je hoeft niet te onderzoeken wat je niet bent, als je beseft wat je wel bent. Dingen verschijnen spontaan en gaan weer. Blijf er vrij van, want je bent er vrij van. Jouw lichaam, jouw geest verscheen en werkte een tijdje in de fantasie mee. Speelde daar een rol, want het deed niet eens zelf iets. Het verdwijnt weer. Je lichaam verdwijnt, je geest verdwijnt. Maar jij was er al eerder. Jij blijft. Maar niet als die vorm, maar als het weten wat je al bent. Je weet wat je bent. En dat maakt zo gelukkig. Zo blij. Vrij, vrij, vrij van alles.